goedemiddag natuurlijk. Of goedenavond, want we weten nooit wanneer je zit te kijken. Absoluut niet. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Matchshop TV, jouw tweewekelijkse uitzending, waarbij Gert en Ron elke keer drie goocheltrucs reviewen, bekijken, bespreken en op onze eigen wijze manier vertellen wat we ervan vinden. Ja. Is het niet? Zo ongeveer, ja. Nou, wat hebben we? Wat hebben we deze week in de Matchshop TV? Allereerst een fantastisch mooi effect, namelijk Wild Surprise. Dat hebben we namelijk zelf bedacht en uitgebracht, dus vandaar dat we die uiteraard even moeten gaan bespreken. We hebben een leuke truc voor de komende kindervoorstellingen die er misschien aan zitten komen. 20th Century Splendo. Ik zet even met mijn hoofd, het komt straks. En we hebben Oud Cassette. Oud Kees van Peter Egging. Oh, niet van Kees? Nee, van Kees Egging. Dat is natuurlijk Oud Kees. Oud Kees Egging. Nee, maar dus geen nieuw effect, maar wel een leuk effect. En het is ook onze weekdeal. En daarover straks meer. Maar eerst gaan we naar Wild Surprise. Ja, dat is goed. Die heb jij vast nog nooit gezien. Het is jouw effect. Oh, moment maar. Nee, het is een variatie op Wild Thing, die wij al verkopen, maar we zijn hier even een stapje op verder gegaan. Want wij vonden het niet mooi om bijvoorbeeld met Elmsley Counts aan de gang te gaan voor de mensen die denken, wat is dat? Nou, maakt ook niet uit, je hebt het nu niet nodig, dus dat is maar makkelijk. Gert, dit zijn vier kaarten, het zijn voorspellingskaarten. Ja. Iets waarvan ik hoop dat het straks gaat gebeuren. Ja. Oké. Okay. Ik ga ze nog niet laten zien, anders zou het geen voorspelling zijn, maar een achterspelling. En, maakt het niet uit. Joker hebben we niet echt nodig, maar maakt niet uit. Je mag er even een kaart uithalen, maar nog niet bekijken. Okay. Nog niet bekijken. Leg hem eventjes face down neer. Heel goed. Het leuke is, de rest van het spel heb je ook niet eens meer nodig. Dat is net zo makkelijk. En hoppa! Ik denk namelijk, we gaan even die voorspellingskaarten bekijken. Ik denk namelijk dat jij gekozen hebt voor een zwarte kaart. Ja, ik weet het niet. Nee, dat weet ik. Ik heb het niet gezien. Dat klopt. Ik denk dat jij gekozen hebt voor een schoppenkaart. Ja. Ik denk dat jij gekozen hebt voor een plaatjeskaart. En als je het goed hebt gedaan, zou het mooi zijn dat jij gekozen hebt voor een schoppenkoning. Kijk. Zou het niet een fantastische truc zijn als hier dan ook de harte 8? Ja, zie je, dan heb je het alweer. Wacht even hoor. Dat is wel een surprise. Nou, dat was Wild Surprise dus. Nou, wacht even. Het was wel een surprise. Het is wel een verrassing. Maar het is nog niet helemaal wat we ervan gaan maken. Ik ga namelijk mijn voorspellingen gewoon even aanpassen. Aha. Pas mijn voorspellingen. Kijk, ik pak die eerste koning. Die leg ik eventjes face down. Ik tik er één keer tegen die harte 8 aan. En ongelooflijk. Maar die harte 8 ligt dan ook hier als voorspelling. Dus mijn eerste voorspelling is ook daadwerkelijk de harte 8. De tweede koning, die gaat iets sneller, maar dat komt omdat je al weet wat gaat gebeuren. Deze is het, of wordt het, let op. Eén keer dit, de tegenaan tikken, en ook die harte 8. Of die koning verandert in de harte 8. De derde koning, die gaat nog sneller, want dan hoef je alleen maar dit te doen. En dan verandert ook die derde koning in de harte 8. En de laatste, die is wat lastiger, omdat die in het midden zit. Maar ook die verandert heel langzaam in de harte 8. En dan hebben we hier vier harte 8, jouw kaart, en vier ruggen. Die we heel clean en heel eerlijk op deze manier kunnen tonen. Dus voor de change en na de change ziet men vier kaarten en vier kaarten. Punt. NL. Punt NL. En dat is Wild Surprise ja. van ons, MagicShop.nl. Dus dat is nou, leuk. Ja. Mocht je het filmpje willen zien, dan kun je nu even je dingen te pauze zetten en de QR-code scannen. Ja, het is een leuk effect. Heel visueel. Het is heel visueel. Ik ben er eigenlijk wel blij mee dat we die hebben. Ja. Het is, als je bijvoorbeeld, het effect kennen jullie waarschijnlijk wel, Backtwist. Van Mathieu Bich. Vind ik dit absoluut sterker. Ja. Sterker. Nou ja, wat ik dus heel sterk vind, is het feit dat je hebt normaal gesproken, als je bijvoorbeeld vier kaarten laat zien en je hebt een Elmsley Count, dan is het toch... Ja. Zo laat je niet vier kaarten zien. Nee. Als jij aan een niet-goochelaar vraagt, joh, hier heb je vier kaarten, laat ze zien, dan waait hij ze uit. Ja. Op zijn manier. En dat vind ik het leuke van Wild Surprise, dat dus ook kan. Ja. En dat is gewoon een heel sterk effect. Er zit een dvd'tje bij in het Engels. Dus als je mij heel mooi Engels wil zien en horen praten, moet je het zeker, zeker kopen. Ja.
Ja, kaarten gooi je dan gewoon weg. Kaarten gooi je weg, de kaf gooi je weg, maar dan kan je... Ja, alle gimmickkaarten, alles zit erbij. Ja. Het is een bicycle gimmick. En, in rood en blauw. In het rood en in het blauw. Eventueel, niet dus belangrijk. Mocht je het willen bestellen, geef even aan of je, wat je voorkeur is. En anders dan pakken we gewoon de bovenste van de stapel. Wat kost die? €18,50. En ja, helemaal compleet, alles erop en aan. Het enige wat je nodig hebt is een spelkaart en een toeschouwer. Dat is wel handig. Ja, je kent ook alleen voor de spiegel. Ja. Dat vind ik ook bijzonder leuk hoor. Ja, of op YouTube. Maar dat word je op een gegeven moment zat. Heel goed. Oké. Het mooie van deze vond ik, ik geloof dat je nu niet zal laten zien. Als je de vier kaarten veranderd hebt, dan kun je ze weer terug veranderen. Van, in mijn geval, achter naar koningen. Ja. En dan is hij eigenlijk ook meteen weer gereset. Ja, dus het inderdaad, het mooie van dit effect is dat je kunt hem dus van A naar B doen, maar je kunt hem ook van B naar A doen. Dus je kunt hem reverse doen. Dus je hoeft hem niet te resetten, want je doet de reset terwijl je hem doet. Ja, dat is maar, heel apart. Ja. Dus ook voor de strolling magicians dus een aanraaier. Nou leuk, volgende? Ja. Het volgende effect wat we hebben is 20th Century Splendor. 20th Century Splendor. 20th Century Splendor. 20th. Hoe heet het nou? Century Splendor. Okay. 20th Century Splendor. 20th Century Splendor. Nou, laat zien. Goed. Oké, hoe werkt 20th Century Splendor? 20th Century Splendor werkt als volgt. Ik heb hier een goochelstok met daaraan drie verschillende doeken. Een rode, een groene en een gele. En jij mag een kleur doek noemen. Ik ga je niet beïnvloeden, maar je mag een kleur doek noemen. Het is wel niet belangrijk dat ik kies, toch? Nee, maakt helemaal niet uit. Oh, dat maakt niet uit, oké. Dan doek groen. Nee, je had geel moeten zeggen. Maar het maakt niet uit. Als jij voor mij even die doek zou willen laten verdwijnen. Laten verdwijnen? Ja, normaal gesproken doe je dat de schoolgelaar natuurlijk gewoon zelf. Maar ja, goed, ik heb hier een lovely assistant. Dus, nou, goed. Hoe ver ben je? Zo, hier ging dicht. Ongelooflijk. Kijk, het grappige is namelijk dat als jij... pak je eens die kant vast. Nee, de onderkant. Ja, heel goed. En als we nu 1, 2, 3, dan trek je. Dan hebben wij hier, fantastisch, die gele doek weer terug. Ja. Een mirakel. Geinig trucje, toch? Ja, geinig trucje. Nou, dat was het. Dat was hem. Ja, kan je er niet meer van maken. En hoe heette die ook alweer? 20th Century Splendor. Splendor. Wacht even, een Splendor doek. Dat is een gemixte doek. Is toch een blendo? Ja, dat klopt, maar dit is gesplendeerd. Ja, dus als jij die punt zou willen vastpakken, in één keer dit, dan heb je namelijk één Braziliaanse, Zuid-Amerikaanse, met deze kleuren, doek. Ja. Nou, leuk. Het is dat ik hem al eens een keer gezien had, maar voor de rest is het heel verrassend. Het is wel leuk. Het is echt een leuk idee. Zeker inderdaad het verrassende einde. Ja, nou, is toch geinig? Ja, leuk trucje. Nou, 20's. En quanta costa? Quanto costa? Oh man. Normaal bereiden we dit altijd heel goed voor. 23,50! 23,50 wordt mij toegefluisterd. Dus nou, bij deze 20th Century Splendor voor 23 euro. Ik denk dat je een hartstikke leuke truc in hebt. Nee, zeker weten. Het is een leuk ding. Het werkt goed, werkt makkelijk. Het is voor de beginnende goochelaar is te doen. Voor de gevorderde goochelaar is het leuk. Graag. Iedereen kan het. Leuk voor misschien als je als Zwarte Piet moet optreden. Ja, vast. Goed, dat was die. Het laatste effect, dat is Outcased van Peter. Erging. Producties. En die gaat ongeveer als volgt. Yes. Deze truc is ook ondertussen, vertel ik even dat het de weekdeal is. Oh, is de weekdeal. Dus, ja, dus de komende weken is dit de deal. Nou, pak maar eens kaart. Maakt niet uit welke. Oké. Laat ik hem even zien. Ja. Doe ik het even in deze fantastisch mooie kamer. Ja, je kan hem signeren. Doe hem even niet, want we hebben geen stift. Oh. Moet ik even stift halen? Ja, het is toch... Het lijkt toch allemaal nergens op. Oké, ik heb een stift. Ik mag mijn naam erop schrijven? Ja. Mag jij hem dan niet zien zeker? Jouw naam mag ik... ja, nee, het maakt niet uit. Okay. Deze natuurlijk maakt niet uit. Alla Ron, zeg ik aan iemand, zo heet ik. Sorry, jij is Ron. Ja. Goed.
Wat je dus normaal gesproken doet, is een ambitious card. Ja. Routine. Ja. Die ga ik dus nu niet doen. Nee. Het gaat namelijk om een slot. Dus je stopt de kaart in het spel. Ja, dus je gaat nu niet laten zien dat hij weer bovenop ligt. Dat is absoluut niet de bedoeling. Nee, precies. Je schudt de kaarten. Ja, ja. En de kaarten gaan terug in het doosje. Ik toeschouw een slok koffie. Ik zit vol spanning te kijken. Nou komt het bezoek. De bedoeling is dat de kaart ook nu, terwijl de kaarten geschud zijn, in het doosje zitten. Dat de kaart weer bovenop komt te liggen. Ja. Ja? Maar ik zie dat je een stukje elastiek doet, hè? Ja, nee. Ja. Heeft dat een reden? Dat is de reden dat ik er niet bij de kaarten kom. Ah, ja, oké. Okay. Nee, ik denk ik vraag. Oké. Okay. Ik schud even. Ja. Oh, hij komt al boven de rij. Hij komt al boven. Ja, hij komt boven. Hij ligt nu ongeveer op positie 6 al. 6. 5. 5. 4. 4. En de laatste. 3. 2. Hey! En dan ligt bovenop. Dit is wel heel bijzonder. En als het goed is, is het ook de kaart met jouw ontdekking erop. Ja, erg leuk. Dus hij komt zeg maar onder het elastiekje te liggen. Geinig. Leuk. Visueel. Is wat anders. Met andere woorden, Outcased, een gekozen, gesigneerde kaart. En je kan hem zeg maar ook zelf als goochelaar zijn, dan kan jij je kaart signeren. Dus zodat kant, ze erbij kan. Komt visueel onder het elastiekje, maar out the case. Dus ja, vandaar dat hij uit het woord Outcased. Ik dacht dat het met Case te maken had. Nee, Case onze buurman. Ja, nou, eigenlijk best wel een leuk effect, of gebruik maar effect. Het is goed te doen. Ja, toch? En het is de weekdeal. Ja. Wat houdt dat in? Normalitair kost die €32,50. Ja. En nu €19,50. €19,50. Ja. Dus dat is veel minder. Nou, top. Leuk. Hebben we nog wat te melden voor de rest? Nou, we hebben natuurlijk nog een lezing die eraan zit te komen op 23 november. Dat is David Roth, Munteman. Inmiddels de kaartverkoop loopt best wel redelijk. Dus mocht je nog een goede plek willen vooraan, dan adviseer ik je wel om te reserveren. Wel te laat eigenlijk. Ja, oké, wil je helemaal vooraan zitten, ben je te laat. Maar dat maakt niet uit. Dat moet je natuurlijk nooit zeggen, want anders gaan mensen zeggen, oh, ik ben toch wat laat. Nou ja, maar door de opstelling die we nu tegenwoordig hebben. Oh, we hebben een nieuwe opstelling. Goed, we hebben een nieuwe opstelling, hoor ik net. Iedereen het goed zien. Iedereen kan het sowieso goed zien, want ik bedoel, hij doet ook veel stand-up, weet ik tenminste. We hebben ook nog 27 oktober. En we hebben 27 oktober de Magic Surprise Day in Zwolle. Dan zijn wij daar op die stand. Mocht je iets willen dat wij meenemen, dan bel of mail ons, dan nemen we het voor je mee. En waarschijnlijk ook nog een dealershow te moeten doen. We moeten optreden. Ja. Oh, wat cool, wat leuk. Nou, goed, wie weet, misschien een mooie aangelegenheid voor een live versie. En onze winkel is dan wel die dag gesloten. Juist, want het is op een zaterdag. Dan zijn wij dus in Zwolle en zijn wij niet hier. Dus mocht je 27 oktober hier naartoe willen komen, moet je het niet doen. Nee. Tenminste, ik kan het wel doen, maar dan kom je voor... Gesloten deur, want ik denk dat we op slot doen. Ja. Dan kom je van je al met een korte achternaam. Ja. Hey, goed. Drie dingetjes. Ja. Water Price. 20th Century Splendo. Splendo. En Outcased, onze weekdeal. En dat was hem weer voor vandaag. Vet mooi geweest. Ik ook. Hey, tot ziens. Aju. Hey. Hoi. Komt een man bij de dokter. Mijn dokter zegt, hey. Tijd geleden dat je gezien hebt. Ben je ziek geweest? Ja.